Zo, we hebben instapdag vandaag en nou, ik heb een hele tijd in Den Haag gezeten en nu zitten we dan in Amsterdam. En wie ben je? Marcel. Marcel. En je bent motorrijder. Rij maar even. Ja. Rij maar af. Ja. Motorrijder, BMW K75. Ja, ja. Een oudje. Maar degenen die motorrijden, die zijn gewend aan acceleratie. Hè? Dus, waarom wou je in een elektrische auto rijden? Ik ben gek van deze wagen. Ik ben gek van het concept elektrisch. Ik vind het fantastisch wat meneer Musk met deze wagen, met zijn hele elektrische concept bereikt heeft. Ja, ja. Hij heeft in ieder geval iedereen aan het denken gezet. Hè? Absoluut. Het is echt, ja, ik vind het iemand met visie. En hoe bevalt het nu je erin rijdt? Ja, het is een geweldige ervaring. Het is super acceleratie. Het is natuurlijk doodstil. Het is gewoon een geweldige belevenis. En het accelereren vergeleken met een motorrijden? Nou, hier kun je het mooi doen als het nu groen wordt, zo, zeg maar. Hoe ja, is het? Acceleratie is absoluut brilliant. Daar gaan we. Ja! Yeah. Heb je ooit wel eens een accelerometer erop gezet, Vincent? Nee, maar doe maar genoeg. Dit is wel genoeg. Ik wil niet dat je je rijbewijs kwijtraakt. Nee. Nee, maar je doet 5 seconden door 100 en zo. Ik weet helemaal niet hoeveel motoren dat doen. Nou, dat ik ga in 4,5. 4,5, ja. Dus dat is ook gewoon hetzelfde. En heb ik een slange motor. Ja, dat doen deze auto's ook. 4,5 seconden, 4,4. Dus, maar het is gewoon hard genoeg. En, het is, maar het is inderdaad lekker rustig. Het is sowieso gewoon veel meer dan wat je in een benzineslurper gewend bent, hè? Inderdaad, ja. Hey, die instapdag, hoe kwam je daarop eigenlijk? Jouw tweet gisteren. Oh, de tweet gisteren. Ja, okay. De tweet gisteren. Dus je zit ook op Twitter. Wat doe je in het normale leven? Ik ben een werkloze IT'er. Werkloze IT'er? Ja. Oh. Wat heb je gedaan? Zit je in de systeembeheer of zit je in de applicatie? Infrastructuur, langer geleden applicatiebeheer, maar infrastructuur, de laatste job was IT-manager. Ja, ja. En hoe is de arbeidsmarkt nu? Ik ben geen jonkie meer. Nee. En dat is mijn grootste probleem. Ik ben een generalist. Ik ben geen specialist, zoals die tegenwoordig veel gevraagd worden. Dus de generalisten van mijn leeftijd, die nu zonder werk zitten, die hebben veel moeite om een baan te vinden. Ja, en vaste baan, dat kan ik me helemaal voorstellen. En de ZZP-route, zeg maar? Nou ja, goed, daar ontbeer ik het netwerk voor, om goed aan klussen te komen. Ja, als je het niet geprobeerd hebt, dan weet je dat niet. Er zijn een heleboel bureaus die dat soort dingen ook gewoon doen. Maar ik zal in ieder geval even een tip geven van een vriend van mij die daar zit. Dat is inderdaad, de innovatie is nog niet gestopt. En blijkbaar hou je van nieuwe dingen. Ik heb in het werk heb ik altijd heel veel nieuwe dingen aangepakt. Dingen waar ik nog niks van wist, maar waarvan ik wel wist dat ze moesten gaan geïmplementeerd worden in het bedrijf. Mm-hmm. En dat was in de tijd, jaren terug is het nu natuurlijk, virtualisatie. Ja. Sans, Blade Servers, dat was allemaal nieuw. Maar gewoon zelf inlezen en zelf ermee bezig, leveranciers erbij en op een gegeven moment zelf ervoor zorgen dat je eigenlijk meer weet dan de leverancier op dat moment van jouw implementatie. Ja, dus je hebt ervaring met VMware, je hebt ervaring met infrastructuur. Voor welke bedrijf heb je gewerkt? Het laatste bedrijf dat ik gewerkt heb was dus niet dus aan de servicekant, maar aan de klantkant. Hè? Aha. Het laatste bedrijf was het bedrijf wat ook de blades van meneer Pistorius maakte. Hoe heet dat bedrijf? Usser, dat is een IJslands bedrijf. Oké. Okay. Dat is ook een goede spullen daar. Ja, nou, mooi. Dat is een heel groot, dat is nu een groot bedrijf van protheses, ortheses enzovoort. We gaan hier linksaf bij de stoplichten. Hey, ga je ook de elektrische motor nog uitproberen? Nou, als dat kan. Ja, die zijn er ook. Ja, ik reed er eentje door jouw straat toen wij stonden te wachten. Oh ja, oké. Okay. Dan gaan we eens even kijken. Is die bekend bij jullie? Ik ken hem niet, nee. Maar ik heb inderdaad ik zat nog gisteren te kijken naar een BMW elektrische motor. Dus, en deze ervaring, is die nou positief nadat je dit gezien hebt? Hartstikke positief. Ik verwachtte niet anders. Gewoon met alle lof die ik er al over gehoord had. Ja. Maar ook het